Goedendag, dames en heren. Dit is het Polygoonjournaal van januari 1958. De bouw van de Euromast in Rotterdam, onze Hollandse trots, is door juridisch gesteggel in onzeker vaarwater gekomen. Een overheidsjurist heeft verklaard dat de bouw als onrechtmatig moet worden bestempeld, volgens de geldende regels. Hij voelt zich geroepen door zijn beroepsplicht dat de regels worden nageleefd. Ondanks verzoeken van Rotterdams burgervader Van Walsum, wenst hij niet te buigen voor het algemeen belang. Wij zochten de stoutmoedige ambtenaar op voor een interview van mens tot mens. Goedendag, meneer Bovenberg. Mag ik u een vraag stellen? Ja hoor. Hoe kwam u erachter dat de bouw van de Eurotoren onrechtmatig was? Ja, moet u weten, ik ken de regels dus uit mijn hoofd. Toen ik ervan hoorde, wist ik het direct. Die toren is wederrechtelijk, ongeoorloofd, onbillijk, ongegrond volgens de gemeenteregels. Dus u wenst niet te luisteren naar de burgemeester? Geenszins. Regels zijn regels, anders wordt het maar een rommeltje in Rotterdam. Ja, goedemiddag. Ja, mag ik u danken? Ja, dat mag u. Ik heb genoeg gezegd. Dank u wel. Een Hollander die recht door zee gaat. Ik denk dat Rotterdam die toren op zijn buik kan schrijven.